Jurin, de zevende overwinning op rij voor Kozakken Boys. Ja, was het een goede wedstrijd voor jullie? Ja, zevende overwinning. Was een beetje moeizaam. Vooral de eerste helft. Ik denk dat we een paar momenten heel slordig waren. Net voor rust scoren we dan de 1-0. Dat deed ons volgens mij goed. En net voor rust waren we ook gevaarlijk met een paar kansen. En gelijk aan het begin van de wedstrijd waren we ook gevaarlijk met twee kansen. Tweede helft was het zaak om de nul te houden en snel meer doelpunten te maken, zodat we een beetje gas eraf konden nemen en de wedstrijd uitspelen eigenlijk. Ja, was de rode kaart en de penalty daarna een soort opluchting? Ja, ik denk het wel. Het was naar mijn gevoel een terechte rode kaart, want Moreira draait gewoon goed bij hem weg. Loopt goed bij hem weg en hij trekt hem naar beneden. En, dan maken ze wel een beetje een feestje van de penalties, maar gelukkig gaan ze wel allebei erin. En dat is mooi voor ons dan. Ja, hebben we dat ooit gezien? Twee keer de penalty op zo'n manier in één wedstrijd? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Vandaag was het de eerste keer dan. Maar ja, gelukkig gaan ze erin. Precies, de trainer Danny Buijs had het over moeilijke omstandigheden. Ja, wat vind jij daarvan? Ja, het waren moeilijke omstandigheden, maar daar heeft de dijk ook last van. En gelukkig gaan wij er iets beter mee om dan hun. En proberen ook eigenlijk... We gaven weinig ruimte weg, zeg maar, tussen de linies. We zakten erg in, dus moesten we het eigenlijk zoeken met ballen achter de verdediging. Wat ik al zeg, hun hadden daar ook last van. Dus gelukkig dat wij de baas zijn over de omstandigheden, eigenlijk kan je zeggen vandaag.